Hallo mensen van Kingskanaal, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag zitten we weer op de HiveMind server. En we gaan vandaag verder aan daarboven, aan de, de boerderijachtig dingetjes. Waarom loop ik helemaal om? I don't know. Ik kon ook gewoon zo lopen. Maar we gaan daar verder aan de farm gebied, want ik heb daar zin in. Oh, dit was van de nieuwjaarsman, super awesome. Vorige keer hebben we dat ook al gezien. We moeten nog steeds in de chestroom doen. Je kan only sleep at night. Ik dacht dat het nacht was. Niet dan? Oh, het regent alleen. Oh, oké. Dan gaan we niet slapen, hè. we gaan wel even naar de chestroom, denk ik, eventjes wat enderpearls halen. Oh, dan vergeet ik alsnog de dames mee te nemen. Heel slim, Tommy. Heel slim. Lol. Ik ben hier wat eten aan het smelten. Of aan het bakken, om zo maar te zeggen. Zoals jullie zien waarschijnlijk. Want dat hebben we eindelijk weer voor elkaar gekregen. En dat is eigenlijk ook de reden dat ik dus verder wil met de farm, met het farmgebied. Want dan weten we zeker dat we dat we genoeg farmdingen gaan hebben. We hebben daar wat spulletjes liggen om te kunnen bouwen. Voor de mensen die dat nog niet weten, die nieuw zijn. We hebben hier naar boven hebben we ook een pad zitten. Want dit hele bos gaat mijn base worden. Uiteindelijk wordt het helemaal zo, zoals dit is. Super mooi dus. Lol, eigen dunk. En hier zitten allemaal kleine village, of boerderijhuisjes, zeg maar. Dit is een cow farm, was het volgens mij. Daar moeten nog steeds de koeien in. We moeten ze nog steeds interieur geven. Dit is de potato farm, zoals jullie zien. Jullie zien het niet, want ik heb deze net geharvest. Maar daardoor is dit dus gezellig een soort van, allemaal kleine farmpjes aan het worden. Dus dat is super awesome. We gaan wat spulletjes pakken zo. En we kunnen hiermee verder, denk ik wel. We kunnen hier zelfs dit eventjes planten voor die ene. Zo ja, nice. Oh, dat was niet slim van mij. Dat was helemaal niet slim van jou, Tommy. Nee, dat weet ik niet. Lol. Oké, dan kunnen we dit zo hier weg. En dit was de farm chickens. Zou daar komen. Waar zou de carrots? Hier zou goed komen. Ik denk dat we de goed vandaag doen. Pig farm zou hier komen. En de carrots zou iets verder komen, dacht ik, hè? Hier zo. Carrots. Misschien dat de carrots hier ook doen. Dat kan ook wel. Potato. Ik heb al potatoes, heb ik al. Potatoes staan daar al. Dus misschien dat we hier dan de carrots doen. En dit en dan. Ik wil deze best wel groot hebben, namelijk dit van de wheat. Waarom? Omdat dat toch best wel iets is wat ik veel gebruik om de koeien te breeden. Dus deze wil ik wel redelijk groot maken. Ik weet niet of we vandaag dit af gaan krijgen. We kunnen namelijk gewoon in één keer door opnemen. Dat komt namelijk omdat een beetje druk heb met school ook. En volgende week weer school. Dit is gewoon de hele week. En dan moet ik ook een video aan het einde van de week inleveren. En daar ben ik vorige week mee gaan opnemen. Zo bedoel ik dat te zeggen. En ik heb vandaag de eerste edit af. Maar ja, ik moet nog heel veel coloring doen. Zodat de video er goed uitziet. Ik moet nog de opdracht maken zelf. Ik moet nog wat dingetjes daarvoor afmaken, zeg maar. Voor de opdracht. Dus daar ben ik nog wel even mee bezig. Dus daarom dat we niet zo heel veel kunnen knippen vandaag. Of een speedpot kunnen doen of zo. Dus dat wilde ik wel eventjes aangeven. Zo, we kunnen hier mooi dit opvullen, denk ik. Met dirt. Is dat mooi? Zullen we dat doen? Ik ga dat gewoon doen. Ik ga gewoon kijken of dat er mooi uitziet. Ik hoop het wel. En als het er mooi uitziet, dan houden we het. Ik wil hier best wel een grote graanveld hebben dus. Dat we best wel wat graan of wat wheat kunnen farmen als dat nodig is. Hebben wij hier ergens... Ik heb het gevoel dat we eigenlijk best wel hard aan het laggen zijn. Niet? Ja, inderdaad. Dat is niet echt tof. Dit komt sowieso doordat het regent. En ik kan niet slapen. Dat vind ik echt niet cool gewoon. Ik vind het echt niet leuk. Ik wil slapen. Laat me slapen. laten we in ieder geval iets wat eten. We moeten toch wat resources pakken. Ik vind het niet cool dat we het regen niet weg kunnen slapen nu. Ik vind het echt niet cool. Zo vervelend dit. Misschien dat ik daar even op wacht, want ik vind het regen echt heel vervelend aan het worden. Dus ik moet toch misschien nog wat even wat resources pakken. Daar heb ik denk ik nog wel wat tijd voor. Dus ik zou zeggen, ik ben zo bij jullie terug.
eventjes knip en plak, hoop ik. En dan hoop ik dat het regen weg is, want het is zo vervelend. Dus tot zo. Yay, we kunnen slapen. Finally. Oké, awesome. Daar zijn we dus weer. Het heeft niet zo heel lang geduurd, gelukkig. Dus dat scheelt weer. Zo, we gaan even hierheen. We gaan eventjes verder met de graanveldachtig dingetje. Die was hier. Dit is op zich wel een leuk plekje daarvoor, denk ik. Ja, jawel. Misschien dat we hier zelfs ook nog het graan laten komen. Oeh, dat is wel vet. Dat we hier het huisje bouwen aan deze kant. En dat het graan dan ook daarin gaat. Oeh. Dit wil ik allemaal zo laten staan. Ik wil dat zo behouden als zijnde natuur. Dus de bomen, die bomen daar moeten blijven. En dan moeten we daaromheen gaan we het huisje wel bouwen. Ik heb echt totaal geen idee wat ik hiervoor wil hebben. Want ik heb het helemaal nog niet voorbereid of zo. Dus we gaan gewoon kijken hoe het eruit gaat zien. Ik denk dat we hier een deurachtig iets maken. Dus dan moeten we hier zoiets een deur hebben. En zo misschien. Is dat leuk? En misschien zelfs dan... zo. Ik weet echt niet of dit er mooi uit gaat zien, maar we zullen wel zien. We kijken wel. Dirt. Dit moet wel eventjes een beetje beter zo. Want dit vind ik niet mooi, hoe het er nu uitziet. Zo, misschien dan. Nee, die is dan weer lelijk. Zoiets. Ja, dat is wel leuk. Dat is wel leuk. En dan kunnen we hier ook nog... Het is zo dichtbij. Het is zo'n groot huisje, lijkt net. Het moet helemaal niet zo groot zijn. Laten we de deur gewoon hier wel maken dan. Dat dit wel gewoon het begin is van de hoek. Hier dan de deur. En dan zo. Een beetje rechthoekig, langwerpig-achtig iets. Een klein beetje. En dan hier omheen gewoon helemaal graan. Dat het echt gewoon een groot graanveld is. Dat is wel echt de bedoeling in ieder geval. En dan kunnen we hier nog zelfs zoiets doen. Deze tot hier, denk ik. Is dat mooi? Ja, dat is op zich wel leuk. Dan kunnen we hier nog iets anders maken. Zo. Hier dan de deur. De deur zou ik trouwens zo niet doen. De deur gaat anders. Ja, oké. En dan deze zo omhoog allemaal. Oké, en dan hebben we eventjes snel een crafting bench nodig. Hebben we dat? En ik wil ook best wel een chest meenemen. Laten we de crafting bench eerst pakken. Dan kunnen we die meteen daar wegzetten en daar een chest maken. Zo. Chests. Zo. En wat van deze. Die chest die heb ik hier puur en alleen zodat ik wat dingen weg kan zetten wat ik nu niet nodig heb, zeg maar. Want het hele inventory zit alweer vol. En we zijn pas net begonnen. Oh, welkom bij een episode met Tommy. Inventory zit er altijd super vol. Lol, dat kan. Oké, ja, dat vind ik op zich wel leuk zo, eruit zien al. Deze is wel echt tot daar aan toe hoog, denk ik. Zo hoog, niet hoger. Deze komen ook echt maar 3 hoog. En dit mag 4 hoog van mij. En dat wordt dan, zeg maar zo, naar beneden toe gehaald. Zo hartstikke mooi. Ja, dat is wel leuk. Dat vind ik zeker wel leuk. En dan moet dit natuurlijk ook zo hier doorgetrokken worden. Zo ja. En dit. Ja, ik denk dat dit gewoon deze hoogte kan behouden. Is dat misschien mooi? Zou het mooi zijn? Ik weet niet, moet even kijken. Ik weet het niet of het mooi is. Ja, zo is het, denk ik. Ja, ik denk dat dit best wel vet is zo.
Ja, we moeten dit wel een beetje weg gaan schaven. Qua leaves, zeg maar. Want die staan nu een beetje heel erg in de weg. Zo. Oké, nice. Nu is het goed. En dan kunnen we deze er ook voor maken nu. Het hele dak even wegzetten. Oh, nu kan ik er niet meer bij. Damn it. Hoe gaan we dat doen? Dan moet ik even hier omhoog zo. Zodat ik het eigenlijk wel weer bij kan. Zo kan ik er wel bij. Nice. En die laten we daar. Gewoon zodat het wat beter met de natuur mengt, om zo te zeggen. Als het een beetje raar klinkt, of ik klink misschien een beetje derp of zo. I don't know. Het kan. Want ik had gisteren een goed feestje gehad. Laten we het daarop houden. Nee, ik ben een beetje moe. En ik heb een beetje droge keel. Dus vandaar. Nee, maar ik heb wel een feestje gehad. Het was wel echt super gezellig. Het was echt lachen. Het was leuk. Maar ik heb me eigenlijk gewoon gedragen, hoor. Ja, ik heb me eigenlijk gewoon gedragen. Dat kan ook. Nee. Jawel, het kan wel. Nee, dat is echt heel hartstikke gezellig. En dat is natuurlijk altijd goed. Als het gezellig is geweest, is het leuk. Dan is het goed geweest. We hebben echt nog veel meer van deze dingen ook nodig. Maar we gaan het eventjes zo doen, denk ik. Oh. Zo. En deze zo. Hier kunnen we wel wat glas in gebruiken, om zo maar te zeggen. En dat doen we zo, denk ik. Best wel een grote window, om zo maar te zeggen. Dat is misschien wel leuk. Is dat leuk? Dat gaan we doen. We gaan het gewoon doen. Kijk. Lippenraad en Tobby. Kijk of het mooi is. Misschien is het mooi, misschien niet. I don't know, dat zien we dan wel. Daarvoor komt dan een hele raam, gewoon. Wow, ik kom echt vandaag niet uit mijn woorden, gewoon. Holy damn. Wauw. Dat is ook echt, dat is ook echt een typisch gevalletje van moi. Gewoon niet uit mijn woorden willen komen. Gewoon niet uit mijn woorden kunnen komen, zelfs. Zo. Oké. We hebben hier dan een soort van aanbouw of zoiets. En daar kunnen we dan chests in doen om het goed op te slaan. Ik zeg altijd goed, omdat dat een episode was van Family Guy. Waarin Stewie daarmee allemaal dingen deed. En dat was leuk. Ja, ik ben echt heel duidelijk vandaag. Oh, wauw. Ik ga echt als een speer. Ik ga echt heerlijk vandaag. Zo. Nee, maakt op zich niet uit, toch? Nee. Nee. Oké, het huisje. Ik vind het best wel een vet huisje zo al. We gaan hier gewoon stairs wegzetten. Misschien dat we hier zelfs een extra spruce wood wegzetten. Gewoon om wat meer interesse erin te houden. Dat het niet zo saai is, om zo maar te zeggen. Dit moet dan ook een ster worden. Gewoon wat van de buitenkant dan hetzelfde eruit ziet. En dit kunnen dan gewoon blokken worden. Want dat zie je van de buitenkant af toch niet. Omdat daar een boom staat. Hier moeten wel weer sters komen. Dus dat gaan we ook weer doen. En hier ook. En ik denk hier helemaal. Alleen dan hier een raam in het midden. Misschien is dat wel leuk. Leuk. Zo. We hebben nog geen glas hiervoor, dus we hebben hier nog geen ramen in, zeg maar. Zoiets. Hier mooi een raampje. Leuk. En dan dit kan dan op zich wel helemaal dicht. Denk ik. Jawel, dat kan wel. Dat is op zich niet zo'n groot probleem. Oké, nice. Ik ga hier trouwens gewoon dit doen. Want anders dan ziet het er niet uit. Zo, nice. Oké, het huisje staat in zijn geheel nu. Best wel blij mee eigenlijk. Hier komt dan het glas. Misschien dat we deze boom weghalen. Gewoon puur omdat we dan gewoon het huisje al zien. We zien zo het huisje ook al. Alleen misschien dat de boom net iets te ver die kant op staat. Dat die dan hier of zo zou hebben moeten staan.
Maar dat kunnen we later altijd nog aanpassen. Dat is, voor nu is dat geen probleem. Ook nog niet echt iets om zorgen over te maken. We gaan wel hier even wat licht wegzetten en zo. En ik wil dit even helemaal vol duwen met al de spul wat ik vast heb. Of wat ik in mijn inventory heb op dit moment. En we gaan nog eventjes snel, ondanks dat we al bij 16 minuten zijn deze episode, wat water pakken. Hebben we hier ergens een infinite water source? Nee, hè? Nee. Ja, we gaan daar wel even voor. Dat is trouwens nog steeds mijn tree farm. Dan moet ik ook weer echt een keer flink gaan gebruik van gaan maken. Wow, echt. Sorry guys als het een beetje een rare episode is. Maar ik ben niet echt helemaal mezelf vandaag of zo. Ik weet niet. Ik ben een beetje allemaal rare dingen aan het praten. Nou ja, dat kan gebeuren. Dat kan ook een keer gebeuren. Oké, we gaan hier dus nu al het groeit wegzetten. En dat moet best wel wat worden. Dus we zijn daar best wel even mee bezig, denk ik. Ik ga eerst even slapen, want ik zie dat het alweer nacht wordt. En daar ben ik niet echt van gediend. Vind ik niet echt zo leuk. Dus wat gaan we eerst even doen? Eerst even naar mijn awesome huis. Ik vind deze echt super tof nog steeds. En naar... waar is eigenlijk... Oh, zit hij onder misschien? Snoeper. Ik weet niet waar Snoeper is. Oh, Snoeper. Miauw. Waar ben je? Oh, daar. Hallo, Snoeper. Nice. Ik was Snoeper kwijt. Snoeper die zou nooit weglopen. Zo is ze niet. Dat is... Nee, ze is hartstikke lief. Ik vind het een ze trouwens. Ik weet niet, maar dat is gewoon zo. Oh, damn. Not so very smart. Oké, we gaan hier... Gaan we een water plaatsen. Zo. En dan mag dit weg. Oké. En dan... Dit staat eigenlijk ook in de weg. Weet je wat? We gaan even wat spul naar de andere kant toe brengen. Naar de andere chest daar. Want het staat alweer in de weg. Het staat weer in de weg, hoor. Ja, Tommy. Je bent weer echt lekker efficiënt bezig. Not. Zo. Deze heb ik wel nodig. Die niet. Die mag weg. Blijven voor nu. Oké. Deze weg. Deze weg. Oké. En dan tot hier... Oh, we hebben deze trouwens wel nodig. Oh, wauw. Tommy, wat ben je lekker aan het falen op het moment. We hebben natuurlijk stairs nodig. Dus dat gaan we eventjes maken. Zoveel als we nu kunnen. 12, dat is op zich wel goed. We gaan hem vandaag dus niet afkrijgen waarschijnlijk. Puur omdat het een beetje aan het... omdat ik een beetje aan het falen ben. Ja, dat heb je ooit wel eens. Toch? Dat heb je ooit wel eens. Oké, dus dan dit worden dan allemaal farmland. Zo, hier omheen ook. En dan gaan we hier nog een watersource plaatsen. Zo, en dan misschien hier bovenop nog een paar. Ja, dat is misschien wel leuk. Misschien, ja, dat het de boom zo een beetje zo'n scheidingslijn is. Oké, awesome. Dan kunnen we hier nog een bucket water plaatsen ergens. Weet je wat? Misschien dat we dit zo een beetje afschaven. Ja, nice. En dan dit zo doen. Zo. Beetje, weet je wel, dat het zo'n fence is dat een beetje kapot is. Hier en daar. Deze hoe even gebruiken. Om de rest een beetje zo mooi te maken. En we gaan hier weer water plaatsen. Dat vind ik wel zo goed. Het geluid van het water is trouwens ook echt awesome. Sorry, maar ik vind het echt geweldig dat ze daar geluid van hebben gemaakt. Überhaupt vind ik echt tof. Vind ik echt tof, want heel lang heeft een hele hoop dingen in Minecraft heeft heel lang geen geluid gehad. En nu wel. En dat is gewoon leuk. Dat is gewoon awesome. Oké, dit moet echt een grote farm worden. Want hier moeten we best wel vaak gebruik ook van gaan maken. Dus, zoals het er nu uitziet, wordt hij ook best wel groot. En dat is nice. Dat is zeker nice. Zo. We gaan nog niet alles planten vandaag. Want dat gaat gewoon niet lukken. Maar ik wil wel gewoon de grootste layout af hebben.
En hier nog watersource, denk ik. En dan komt dat zo hier. En dan komt het hier zelfs nog een beetje voor zo. Is dat leuk? Jawel. Pig farm misschien. Pig farm wordt echt maar klein, dus dat is niet zo heel erg. Dat dit er dan is. Ik denk dat we best wel iets leuks hebben gemaakt vandaag. Zoiets. Dit mag allemaal wel weg eigenlijk. Dit is allemaal net iets te veel van het goede om zo maar te zeggen. Deze ook. Deze ook. Deze ook. En die ook. Zo. Kom op. En deze ook. Zo. Kom. Goed zo. Nice. Maar we mogen nog wel een beetje verder hierheen, vind ik. De boom gaat misschien ook nog een beetje weg, dus. En hier tussenin natuurlijk ook. Zo, nice. Dat is best wel een groot groeiveld natuurlijk. Waar we genoeg kunnen, waarvan we nu genoeg kunnen gebruiken waarschijnlijk. Hier hebben we best wel veel aan. Dus dat is nice. Het staat er. Ik ben er best wel tevreden mee. Oh, dit is wel een leuk screenshot zo. Bam. Nice. Oké, ik vond het leuk dat jullie kijken. Vonden jullie de video leuk? Wat zeg ik allemaal? Ik weet niet wat vandaag aan de hand is. Bedankt voor het kijken. Vonden jullie het leuk? Vergeet dan natuurlijk niet een blauw duimpje achter te laten. En vergeet dan natuurlijk niet om een blauw duimpje achter te laten. En dan zeg ik hartstikke bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. En hopen dat ik dan weer een beetje normaal ben. Althans, voor zover ik normaal kan zijn. Hartstikke bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei! De Dark Matter camo gaan. En ja, als ik dan de 5 kills heb, dan probeer ik ook zo hoog mogelijk te gaan. En ik wil de rapsjes gewoon halen. Gewoon. De eerste krijg ik door normaal te spelen. De tweede krijg ik uit de care package. En de derde krijg ik op een super lucky moment. Op dit moment had ik Bloodthirsty. Ik dacht, yes, nice. Dat betekent dat ik hem al done heb.